Ik hou echt van een lekker ontbijt. Voor mij is een lekker ontbijt echt dé manier om je dag goed te beginnen. Dus het leek me leuk om in deze video een aantal van mijn favoriete ontbijtjes te delen. We hebben een aantal bananen die echt op moeten en een super lekker gerecht om dat in te verwerken zijn pancakes. Dus ik ga bananenpannenkoekjes maken. Het recept hiervan staat ook op mijn Instagram. Maar ik moet zeggen, ik improviseer altijd een beetje. Mocht je de precieze afmetingen willen hebben, dan verschijnen die hier in beeld. Dat is voor ongeveer 9 pancakes. Ik raad je zeker aan om zelf een beetje te experimenteren met de ingrediënten. Alleen ik raad wel aan om een eiwitrijke plantaardige melk te gebruiken. Dat uiteindelijk zorgt voor een beetje een boterig beslag, zeg maar. Ik doe er zowel havermout als bloem in. Mocht je pannenkoekjes willen met alleen havermout, dan heb ik daar ook volgens mij een receptje van op mijn website. Ik zal het allemaal wel even linken in de beschrijving beneden. En in mijn pancakeslag doe ik dus altijd yoghurt. En dat is echt wat mij betreft de trick om dus vegan pancakes te maken. Eerst doe ik dus een banaan. Ik hou echt niet van de geur van hele rijpe bananen. Een kwart theelepel vanille-extract. Het lijkt misschien nog een beetje waterig, alleen ik ga het nu eventjes aan de kant zetten. En die havermout gaat nog wat vocht absorberen. Dus dit is niet erg als het nog een beetje aan de waterige kant is. Waterige. Dit is trouwens best wel veel beslag. Ik vind het fijn om gewoon dit helemaal nu op te bakken. En die pancakes kan je dan gewoon bewaren in de koelkast voor de dag erna of whatever. Terwijl dat aan de kant staat, ga ik even appel snijden. Want ik vind gebakken appel echt zo lekker op pancakes. Die snij ik in heel dunne reepjes en die bak ik vervolgens in een pan in wat margarine of olie. Ik ga beginnen met het bakken van de appel, want dat doe ik ja, net zolang tot eigenlijk alle pancakes ook klaar zijn. En ik bak deze in een beetje walnotenolie. Dat heeft de onderhuur erachter gelaten. Ik zou echt niet weten waar je het kan kopen. Maar je kan dus ook gewoon kokosolie gebruiken, vegan boter. Nou ja, je snapt het idee. Dus ik leg die appelpartjes in de pan. Dan ga ik ook vast de andere pan warm maken. Want de pancakes die doe ik echt pas in de pan wanneer die heet is. Die ga ik in vegan boter bakken. Dit ruikt amazing. Het is altijd leuk zo'n stapel pannenkoeken, maar meestal smeer ik het eigenlijk gewoon allemaal over mijn bord uit. Love it! Deze brownie baked oats is echt een van mijn lievelingsontbijtjes. Ik maak deze graag op een ochtend wanneer ik iets meer de tijd heb om een ontbijt klaar te maken voor mezelf. In een klein ovenschaaltje prak ik een halve banaan en daarbij doe ik wat pindakaas, havermout en cacao. Ik gebruik zelf 3 flinke theelepels cacao omdat ik wel van een pure chocoladesmaak hou. Maar mocht je dat too much vinden, dan kun je uiteraard ook wat minder gebruiken. Ik prak alles door elkaar en voeg dan de overige ingrediënten toe. Ik doe er ook wat kokosrasp in omdat ik echt hou van de combinatie chocolade en kokos. Maar mocht je daar niet zo van houden, dan kun je dat uiteraard ook weglaten. Uiteindelijk is dit de textuur die je ongeveer wil hebben voordat je 20 minuten in de oven op ongeveer 180 graden bakt. Dit is echt gewoon een soort toetje
als ontbijt. Mm. Die pindakaas en walnoot in combinatie met cacao en kokos. Dit is echt amazing. Ik ben vandaag heel dag thuis. Ik heb net geluncht en ik ga nu even wat dingen maken die ik de rest van de week voor ontbijt kan eten. Ik ga beginnen met het maken van een nieuwe batch haverkoeken. Het recept daarvan vind je op mijn Instagram in een reel. Uiteraard verschijnt het nu ook even in beeld. Deze koeken zijn zo chill omdat ze best wel vullend zijn. Ze zijn voedzaam, dus je zit er ook wat langer door vol. Het is chill als snel ontbijt, maar ook als tussendoortje, et cetera. En ook dit recept is ideaal om rijpe bananen in te verwerken. Ik weet gewoon dat ik deze banaan niet meer los zou eten. Dus daarom hou ik altijd echt van recepten waar je hele rijpe bananen in kan doen. Het is echt super makkelijk. Je doet eigenlijk alle ingrediënten die in beeld verschijnen in de keukenmachine. Maakt er koeken van, doet het in de oven. Kind kan het wel eens doen. Soms moet ik de keukenmachine nog een beetje helpen. Dan ga ik nu nog even wat walnoten en chocola fijn hakken. En dan roer ik dat door het beslag en dan ga ik er koeken van maken. Ik moet wel zeggen, je moet het niet erg vinden om een beetje vies te worden. Want dit beslag is heel plakkerig. Wat echt ideaal zou zijn, is als je zo'n bolletjes ijsschepper hebt. Hoe heet dat nou? Je weet wat ik bedoel. Gewoon zo'n schep waarmee je ijsbolletjes kan opscheppen. Dan kan je echt hele mooie bolletjes maken. Want ik doe dat nu met mijn handen. Je ziet wat er van komt. Het is echt één grote kleffe bende. Dan ga ik nu nog iets maken wat ik gedurende de week kan eten, namelijk granola. Oftewel muesli / krusli. Is krusli nou hetzelfde als granola? Want bij granola, dat vind ik allemaal meer soort losse stukjes. En krusli zijn meer van die suikerbonken. Snap je wat ik bedoel? Ik weet het niet. Anyway, ik ga even iets in elkaar flansen en dit ga ik een beetje improviseren. Oké, ik heb hier allemaal noten. Ik heb walnoten, ik heb een restje pekannoten. Ook een beetje zonnebloem. Pitten, hazelnoten en cashewnoten. Ik heb hier een kom. Daar ga ik alles in doen. Ik ga die noten eerst nog een beetje hakken. Ik heb dus eindelijk cups gekocht. 1 cup havermout. En een cup staat gelijk aan 236 ml. Dus dat ga ik ook kunnen gebruiken. Ik ga er een theelepel kaneel doorheen doen. En dan hebben we natuurlijk iets nodig wat het een beetje sticky gaat maken. Dus ik ga een beetje agavesiroop erin doen. Ik ga beginnen met 1 eetlepel. De koeken zijn klaar. Ik ga denk ik nog een theelepeltje bij doen. Het is makkelijk dat dit zeg maar al een beetje nattig en plakkerig is. Maar in principe kan je natuurlijk ook suiker gebruiken of suiker in een beetje water doen, dat het ook wat natter is. Dan doe ik ook een eetlepel kokos er doorheen. Ik doe ook een heel klein beetje vanille-extract in. Ik wil er ook wat kokosrasp bij doen, alleen dat ga ik denk ik niet gelijk nu erbij doen, want volgens mij verbrandt dat best wel snel. In ieder geval sneller dan die noten en zo. Dus dan doe ik eerst dit in de oven en dan op het einde doe ik nog dit erbij voor een paar minuutjes. Ik heb hier dus de koeken, die ga ik er even afhalen en dan doe ik op dat bakpapier de granola. Lekker, niet te zoet. Ik hou er wel van. Want ik vind het lekker om een beetje door yoghurt te doen. En dan met fruit of zo. Ik vind het nooit heel lekker als dan je muesli of zo ook al super zoet is. Aangezien je dan ook wel fruit doorheen doet, snap je? Oké. Ik moet morgen om 8:30 op kantoor zijn.
En ik ben echt helemaal kapot en zou het liefst nu in bed willen gaan liggen. Maar ik weet dat ik mezelf morgenochtend heel dankbaar ga zijn als ik nu alvast mijn ontbijt klaarzet. Dus dat ga ik doen. En ik ga overnight oats maken. Cacao en frambozen. En het is echt super makkelijk. Ik pak gewoon een handje frambozen. En die verbrokkel je een beetje in een bakje. Ik weeg dit nooit af. Ik doe dat echt puur even voor de video, zodat ik kan vertellen hoeveel ik erin doe. 55 gram. En dan doe ik 3 theelepels cacaopoeder erbij. En dan doe ik wat plantaardige melk erbij. Ik heb nu amandelmelk, maar ik kan ook soja of iets anders gebruiken. Zoiets. Het ziet er heel onsmakelijk uit, maar weet. Dan vind ik het heel lekker om er nog een beetje kokosras bij te doen. En om het wat zoeter te maken ga ik een halve banaan erin doen. Met een vork prak ik dat er dan doorheen. Ik heb het echt in 5 minuten gemaakt. En soms ben ik dan zo blij dat ik dit alvast heb klaargezet. Want het scheelt gewoon veel tijd. Ik eet ook regelmatig warme havermoutpap. Vooral met appel en kaneel vind ik echt zo ontzettend lekker. Ik heb al een keer een video gemaakt waarin ik allemaal warme havermoutpap recepten deel. Dus die zal ik eventjes in de beschrijving onder deze video zetten. Dan kan je die kijken mocht je dat leuk vinden. Het volgende ontbijtje dat ik ga delen is ook echt perfect om de dag van tevoren vast klaar te maken. Het is een chia pudding. En door een chia pudding doe ik vaak ook een beetje havermout om het iets vullender te maken. De basis van... Zo, deze twee kleuren blauw zijn echt heel lelijk bij elkaar. Maar dat negeren we even. Oh. Wat je als basis nodig hebt is een plantaardige melk, havermout, chiazaad. En dan kan je dat aan gaan kleden. Wat ik er vaak doorheen doe is vanille-extract. En dan maak ik vaak of een soort carrot cake variant. Klinkt echt veel fancier dan het is. Dat is met kaneel, geraspte wortel, een beetje plantaardige yoghurt als topping met een beetje agave. Maar ik heb nu meer zin in de versie met rood fruit. Daarvoor doe ik 2 eetlepels chiazaad, 2 eetlepels havermout, 175 ml plantaardige melk, 1/4 theelepel vanille-extract in een glas. En dat roer ik even door. En dan maak ik de topping met een handje aardbeien en frambozen, dus rood fruit, en een half banaan. En het is chill, want ik had dus die half banaan nog over van gisteren. Dus die kan ik mooi nu gebruiken. Wat er trouwens soms gebeurt is dat de chiazaadjes een beetje aan de oppervlakte of juist op de bodem gaan samenklonteren in plaats van dat het een geheel wordt. Dus heel vaak na 5 minuutjes dan roer ik het nog heel eventjes een keertje door. Om dat te voorkomen is op zich niet erg, want je kan gewoon het ook op de ochtend erna door elkaar roeren. Topping, die heb ik hier. Ik denk dat ik het gewoon los even zo in de koelkast zet en dat ik morgenochtend dit hier bovenop giet. Oh trouwens, zoals je ziet, hij is na 5 minuten echt al best wel pappig. Dus om een goede lekkere chia pudding te eten hoef je echt niet een hele nacht te wachten. Je kan het ook maken 's ochtends, even gaan douchen en het dan eten. Goedemorgen. Ik ga zo eventjes naar de sportschool. Zoals je ziet kom ik echt net mijn bed uitrollen. Ik ga een smoothie maken en dat is echt het makkelijkste ooit. Ik doe meestal fruit in, havermout en dan plantaardige melk. Ik heb hier aardbeien uit de diepvries die ik gisteravond er vast uit heb gehaald. Banaan, amandelmelk. En
vaak neem ik niet eens de moeite om dit in een glas in te schenken, maar drink ik het gewoon hier uit. Laat me vooral even weten wat jij vaak eet als ontbijt. Ik vind het alleen maar heel erg leuk om te lezen, om daar zelf ook weer nieuwe inspiratie uit te halen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ja, doe even een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot een van mijn volgende video's. Doei!